Voor de nabespreking van de wedstrijd Waasland-Beveren KV Mechelen, een leuke, erg leuke, felbevochten wedstrijd die geëindigd is op 2-2, waarin Waasland-Beveren telkens op voorsprong kwam, maar Mechelen kon telkens tegenprikken. We zijn uiteraard benieuwd naar de analyses van de coaches en ik ga traditiegetrouw beginnen met de bezoekende coach, Yannick Ferreira. Goedenavond, welkom de Vreedhiel. Ja, uw analyse graag van deze wedstrijd. Goedenavond. U zei net een leuke wedstrijd voor de supporters misschien. Maar voor de trainers was het een beetje langs beide kanten ging het. Het is 2-2 geworden, het had 9-9 kunnen zijn. Er waren zoveel kansen langs beide kanten, zoveel mogelijkheden. Eén mogelijkheid langs één kant en onevenwicht langs de andere kant, dus terug een kans. En het was een beetje een gekke match, dus langs de ene kant ben ik tevreden dat we twee keer in de match kunnen terugkomen, zo op verplaatsing als je twee keer achter staat. Langs de andere kant was er... vind ik bij ons een gebrek aan efficiëntie, beide defensief en offensief, en een gebrek aan evenwicht op sommige momenten. Dus zeker veel ruimte om voor progressie. En dus langs de ene kant blij met het feit dat we terugkwamen in de match, langs de andere kant nog veel werk aan de hand. Ja, vond je het al beter dan vorige week? Het was niet te vergelijken. Vorige week hebben we minder weggegeven. We hebben wel een paar foutjes, individuele foutjes gemaakt die kansen aan standaard had gegeven. Vandaag was het meer een kwestie van onevenwicht en van positie. Het was een beetje gek. Het was precies een beetje een kansenkermis, kan ik dat noemen. De supporters zien dat misschien graag. Ik als trainer een beetje minder. Maar we gaan nog werken. Oké, dankjewel. Yannick Ferreira, ik ga even de microfoon van Reflex verplaatsen naar Philippe Clément. Daar staat er nog één, Yannick, dankjewel. Er staat nog eentje. Sorry. Paspoort, geen probleem. Probeer te helpen. Philippe Clément, ja, ook uw analyse graag over deze wedstrijd. Ja, ik kan aan een aantal dingen bevestigen wat Yannick zegt, ook een aantal dingen niet. Ik denk dat wij best aan de wedstrijd begonnen zijn, met direct... twee goede kansen en dat doelpunt ook. En blijkbaar, net zoals vorige week als we voorkomen, begint er toch een bepaalde twijfel in de groep te zijn om dat verder te zetten. Dus Mechelen helemaal terug in de match gekomen. Is het spel in evenwicht gekomen en kan Mechelen ook scoren, hebben ze nog een heel goede kans voor, vlak voor de rust ook. Dan zijn we heel goed uit de kleedkamer teruggekomen, tweede helft. Met die voorsprong dan ook. En vanaf toen vind ik dat wij toch een heel deel meer kansen hebben gekregen als Mechelen in die tweede helft. Dus voor mij de eerste helft gelijk opgaand, met elk team een deel van de eerste helft. Maar de tweede helft hebben wij een pak meer kansen gehad dan als Mechelen. Maar zij hebben ook een aantal heel grote kansen gehad, dat alleszins. En dan viel de ploeg inderdaad soms in twee delen uit elkaar. Ja, het is heel spijtig voor ons. Want het is eigenlijk twee weken op rij, op deze manier, dat je eigenlijk een wedstrijd moet winnen. Ook de manier dat we dat tweede doelpunt pakken, is heel ongelukkig. Dus ik denk propaganda voor het voetbal wel, dat er heel veel neutrale kijkers zo'n wedstrijd graag zien. Dat we ook op die manier de supporters proberen te verwennen, door ook risico's te nemen en niet alleen om de organisatie te denken. Maar mijn ploeg moet nog beter worden op die momenten om toch de organisatie te bewaren en dan toch minder kansen weg te geven. Wat eigenlijk in Genk veel beter was dan vandaag. Ja, en hoe ga je dan dat volgende week aanpakken? Op verplaatsing, Oostende? Zeg je dan van we gaan opnieuw voor die aanval gaan? We gaan opnieuw met lef en durf spelen? Ja, omdat het is iets dat deze groep gaat moeten leren. En ik win liever één keer dan twee keer gelijk te spelen. Dus we gaan dat blijven doen. En we gaan blijven strijden. Om tot de aanvallende acties te komen. We gaan blijven ook opbouwen. Ik denk dat we op dat gebied ook beter waren vandaag in het veldspel om van achteruit op te bouwen. Dus dat is de weg die we verder moeten zetten. Okay. Alleen moeten we meer punten gaan pakken ook. Die gaan er vast en zeker wel komen, want wij hebben allemaal genoten en die drie punten die zal wel zeer snel volgen, hopen we allemaal. Dankjewel, Philippe Clément. Ik denk dat we hier kunnen afsluiten voor de supporters in het stadion.